Van 1 tot en met 7 oktober is het weer de Week van de Opvoeding. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen presenteert u elke dag een nieuwe opvoedtip. Ik ben Stephanie Ebbers en ik ben werkzaam bij de NIM als schoolmaatschappelijk werker. Ik ben zelf moeder van 3 dochters. Mijn opvoedtip is: luister goed naar je kind. Want hierdoor heeft het kind het gevoel dat het belangrijk is, dat het ertoe doet. En daarnaast is het ook belangrijk dat je als ouder probeert om met ieder kind apart eens te praten, zodat het ook de kans krijgt om dingen te bespreken die het liever niet wil bespreken waar broertjes of zusjes bij zijn. Als je actief luistert naar je kind, dan is het belangrijk dat je niet oordeelt over wat je kind zegt. Want als je kind namelijk weet dat jij als ouder toch altijd klaar staat met je oordeel, dan zal het waarschijnlijk wat terughoudend zijn in het vertellen van dingen aan jou. En tenslotte is het belangrijk dat je het gevoel van je kind serieus neemt. Maar jij als ouder kunt gewoon niet bepalen hoe een kind zich moet voelen na een bepaalde gebeurtenis. Dat was mijn tip. Kijk voor meer informatie en activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding op de website www.cjgnijmegen.nl.